In gesprek met minister Kuldeep Singh van Economische Zaken werd de vraag gesteld hoe het zit met het voetbasketproject dat vanuit het ministerie gecontroleerd wordt. De minister gaf hierop antwoord en zo ook uitleg hoe verder met dit project. Laten wij gaan kijken en luisteren wat minister Kuldeep Singh als antwoord had op de vragen van de journalisten. Nou kijk, we hebben in de tijd heel veel gesprekken gehad met de importeurs. We hebben continu geroepen met prijzencontrole. We hebben continu aangegeven, de prijzen zijn te hoog. We maken misbruik van de rentepers, van de winstmarges. Uiteindelijk hebben we gezegd, is het een besluit geweest van de regering om te zeggen van luister, we gaan zelf proberen om de producten te brengen. En we gaan kijken of het goedkoper kan. En het is duidelijk dat het goedkoper kan. Wat er gebeurt is dat we de tussenschakels hebben weggehaald. En dat het van een... dat het rechtstreeks naar de consument gaat. En dat is een van de dingen waarvoor wij zeggen van luister, wij staan voor het volk. En wij hebben gekozen ervoor. De regering is geen importeur, maar we hebben ervoor gekozen om voor het volk te gaan. En dat we zo'n strategie hebben uitgezet. En heeft het een landelijk karakter? Het heeft een landelijk karakter. Kijk, we hebben een pilot nu. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat we landelijk gaan en dat iedereen profiteert ervan. Want het is niet, ik praat over het volk, dus praat ik over heel Suriname. En hoeveel baskets, hoeveel units hebben jullie? We zijn nu nog bezig, we willen in alle districten hebben. We hebben volgens mij zo'n 9 stuks, er is zelfs eentje in Apura. Er zijn in districten, maar we hebben gisteren ook gesproken dat we overal eentje willen zetten. Zodat het dichtbij mogelijk is dat het volk kan, zo dichtbij mogelijk het volk kan zijn. Ja, natuurlijk. Kijk, als de prijzen schelen, dan moet je toch goed genoeg denken van luister, als het daar als een kilo aardappel 27,50 kost bij de foodbasket en als het in de supermarkt 50 of 65 SRD kost, dan waar ga ik voor kiezen? Nee, maar jij hebt nu data dat de mensen inderdaad... Ja, kijk, het is net begonnen. Je gaat niet meteen data kunnen hebben, maar natuurlijk, overal op social media zie je dat mensen, ik volg het zelf ook, dat mensen het delen van daar kost het 27,50, daar is er weer een ander prijs. Dus mensen delen van mensen gaan naar daar, want de prijzen zijn goedkoper. Ja, de prijzencontrole gaan allemaal normaal door. We zijn hardhandig bezig nu. Ik zeg hardhandig omdat wij nu spullen in beslag gaan nemen. We hebben ook gezegd ondernemers worden geblacklist. Er is een supermarkt aan de Gompertstraat die we gisteren hebben gesloten. Vanwege illegale medicijnen, illegaal alcohol. En we hebben het gesloten. En ik zeg nu gaan we, als je geblacklist bent voor de tweede, derde keer dat je een boete hebt gehad, gaan we je vergunning intrekken, want dan weet je niet hoe het hoort. En die hardhandigheid komt waarom? Omdat wij continu bezig zijn voorlichting te geven. Als ik één keer bij je ben geweest, je hebt een boete gehad voor een overtreding. De tweede keer doe je het weer. De derde keer, dan heb je het niet nodig. Dan moeten we die vergunning maar intrekken. Maar heeft het ministerie dat aangedaan? Er zijn vergunningen ingetrokken, maar niet op basis van een prijzenbeleid of iets dergelijks. Maar mensen die zich niet hebben gehouden aan de regels. Maar het gaat nu in feite, gaan we gewoon als je 3 keer je schuldig hebt gemaakt aan een economisch delict, gaan we je vergunning intrekken. En waarom 3 keer? Nou, je wilt ze de kans geven. We zijn een ministerie, de ondernemers vriendelijk moeten zijn. Je wilt de mensen een kans geven, iedereen kan een fout maken. Je geeft ze een waarschuwing, je geeft ze een fikse boete. Maar als dat niet helpt, dan heb ik geen andere keuze als minister.